De brug over het Saramaca-kanaal nabij Fabi is bijna af. Nog wat afrondingswerkzaamheden en dan kan de brug opengesteld worden voor het publiek. We hebben een gesprek gehad met minister Patrick Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie over zijn bevindingen. Minister, u bent na pakweg 3 maanden weer hier bij de brug over het Saramaca-kanaal. Wat zijn uw bevindingen? Nou, mijn bevindingen en het verschil tussen mijn laatste bezoek en dit bezoek zijn dat de brug bijna af is. We gaan de brug technisch opleveren over een paar dagen. En er is heel veel werk verzet. De parallelweg onder de brug is compleet. De brug is gereed, alle stortwerk is gedaan, leuningwerken zijn geplaatst, verlichting is geplaatst. En ik zie dat de anima nu bezig is om de opritten te verdichten, waarna er over een paar dagen geasfalteerd gaat worden. En dan is de oeververbinding helemaal compleet. Mag ik concluderen dat het ministerie tevreden is met wat tot nu toe is neergezet? Ja, we hebben, als we kijken planningtechnisch, hebben we dit project in 16 maanden gerealiseerd. Dat is voor zo'n type constructie. Ga je zeggen dat je een beetje voor op schema bent geweest, ondanks een paar stagnaties die we hebben ondervonden. Met name in het begin, rioleringswerkzaamheden lieten wat langer op zich wachten. De heiwerkzaamheden van de fundering, ja, die zijn ook niet zo vlot verlopen in het begin, maar de aannemer heeft samen met de directievoerder toch alles in het werk gezet om in de droge periodes inhaalslag te maken. Normaal zou zo'n brug 18 tot 20 maanden duren om te bouwen. Maar het is allemaal voorspoedig verlopen. En wat is de voornaamste bedoeling van deze brug? Het primaire doel van deze brug is om het verkeer van noord naar zuid en zuid naar noord over het Saramaca-kanaal te begeleiden. Als additionele oversteekmogelijkheid. Daarnaast liggen er nog 2 projecten op het bord van het ministerie die we nog moeten overwegen. Namelijk fase 1, het renoveren van de bovenbouw van de oude brug bij Saramaca Doorsteek. En 2, het aanleggen van nog een brugconstructie, dus nog eens 2 banen naast de bestaande brug. Om aan die kant 4 banen te hebben, 2 naar het noorden, 2 naar het zuiden. We gaan die projecten in heroverweging nemen. Nadat deze brug is opengesteld, gaan we even kijken hoe het verkeer doorstroomt. En dan gaan we ook verkeerstechnisch de beste oplossing toepassen. Natuurlijk ook kijkend naar de technische staat van de oude brug over het Saramaca-kanaal. Dus daarom ben ik heel erg blij dat we dit project in ieder geval voor schema kunnen opleveren. Dan zullen we de verkeersmetingen doen, gaan kijken hoe de doorstroming van het verkeer is. Natuurlijk ook kijken hoe de van het Hogere Straat het verkeer verwerkt. En op basis daarvan gaan we dan de toekomstige projecten herevalueren. Ten aanzien van de doorstroming van het verkeer, wat is de schatting? Nou, zoals u weet komt er enorm veel verkeer vanuit het zuiden. Vanwege de uitbreiding van de woongebieden in het zuiden. Pontbuiten, Annaslust en de uitbreidingen in Wanica. Moet er heel veel verkeer richting Paramaribo. En tot een aantal jaar geleden waren er maar 2 mogelijkheden. Bij de Koezewijnenstraat en de Oude Saramaca Doorstreek. Een aantal jaar geleden is de brug bij Saron gerealiseerd. Waarbij er dus in het verlengde van de Indira Gandhiweg nog een oversteekmogelijkheid was via de Hernutterstraat en dan dat het verkeer zich weg kon vervolgen. En nu is deze brug aangelegd, waardoor we dus eigenlijk 4 mogelijkheden hebben als we kijken vanaf dit punt tot en met de Koezewijnenstraat. En natuurlijk veel verder hebben we over bij het Magenta-kanaal nu weer gevonden weg, is er nog een brug aangelegd en iets verder bij de Kanweelbrug. Dus je hebt eigenlijk in totaal 6 mogelijkheden als je van het zuiden komt om het Saramaca-kanaal over te steken. En dat biedt natuurlijk de mensen heel veel alternatieven, heel veel mogelijkheden om zo snel als mogelijk op een plaats van bestemming te komen. De verwachting is dat deze brug voor enorm veel verlichting zal zorgen op het zuidelijk gedeelte van de Van het Hogerhuisstraat.
Dus dat mensen vanaf het Tutlifu-kanaal een andere optie hebben om via de Winston Churchillweg het kanaal over te steken. En ja, nu moeten we ook verkeerstechnisch kijken hoe het verkeer dan weer zal aansluiten op de Van het Hoogruststraat via de Slangenhoogstraat of dat ze hun weg vervolgen van, via de Van het Hoogruststraat. Dus dat gaan we in de praktijk meten. We hebben wat simulaties die we aan het runnen zijn. Omdat er ook een verkeersregelinstallatie komt op de kruising Slangenhoogstraat Van het Hoogruststraat. En dan gaan we in de praktijk gaan we de simulaties toetsen en op basis daarvan in het verkeersregelinstallatie programmeren. Fine-tunen en de andere zaken met betrekking tot de richtingen, rijrichtingen en zo beter bekijken. Wat is de garantie die u kunt geven over deze brug? Nou, dat deze brug minimaal 75 jaar mee moet gaan. Daarom hebben we gekozen voor een staal- en betonnen constructie. En dat in elk geval de gebruikers heel veel genot zullen hebben van deze nieuwe oeververbinding. En ook voor natuurlijk het industrieel gebied biedt het voor de bedrijven natuurlijk een beter alternatief. Omdat tot voor kort in elk geval de betonbedrijven en zwaar transport niet over de oude brug van het Saramaca-kanaal bij de Saramaca-doorsteek mochten oversteken. En dus helemaal om moesten rijden naar de Koezewijnenstraat. Dus voor alle bedrijven hier in het industriegebied gaat het een hele grote opluchting zijn wanneer de brug opengesteld wordt. Want dat scheelt in kosten, scheelt in afstanden. Voor het zwaar transport. We gaan in het verlengde van dit project gaan een aantal plekken gerehabiliteerd worden van de Winston Churchillweg en ook van de Industrieweg Zuid. En dan waardoor ja, eigenlijk het geheel, de gehele infrastructuur in dit gedeelte dat helemaal verbeterd is. Wie waren allemaal belast met de bouw van deze brug? Dit project is onderdeel van het Dalian 4 project. Dus de Dalian Construction Company heeft dit project uitgevoerd met Surinaamse onderaannemers zoals Houkes NV. Met de directievoering was ACE Consultancy belast voor, laten we zeggen, het technisch begeleiden van het project en ontwerp technisch begeleiden van het project. Het ministerie zelf heeft met haar team ook de supervisie meegedaan en ik moet zeggen dat mijn team enorm veel ervaring heeft opgedaan gaandeweg dit project. En we kunnen zeggen dat we daarmee ook de institutionele capaciteit van het ministerie hebben vergroot. En die ervaring kunnen we dus in toekomstige projecten zeker toepassen. Na de oplevering van deze brug, wie is belast met het onderhoud? Ja, het beheer van de brug wordt overgedragen aan het ministerie. En op haar beurt zal het ministerie samen met de wegenautoriteit belast zijn met het beheer en onderhoud van de brug. Er is natuurlijk nog wel een onderhoudstermijn gekoppeld aan het contract met de aannemer. Dus alle verborgen gebreken die in een bepaalde periode het eerste jaar zichtbaar worden, moeten door de aannemer gefixt worden. En daarna gaat de brug in een regulier inspectieprogramma, waarbij dus gezette tijden er inspecties aan de bovenbouw en de onderbouw gepleegd worden. Waarna er een onderhoudsplan tot stand zal komen en die dan volgens planning uitgevoerd zou worden. U zegt dat de oplevering binnen enkele dagen kan plaatsvinden. Wat is de schatting, wanneer precies? De technische oplevering van de brug zal voor de 15e van februari geschieden. Daarna is de aannemer nog bezig met de afbouwwerkzaamheden. De kleine dingetjes, kleine bestratingjes, het opschonen van het bouwterrein. En dan zullen we dan nog alleen maar bezig zijn, misschien de laatste maand nog, met de verkeersregelinstallatie en al het verkeerstechnische dat nog gedaan moet worden. En we hopen dan de brug volledig open te stellen eind maart 2019. Na de oplevering van deze brug, is het zo dat alle verkeer over deze brug mag? De brug is ontworpen in klasse 60. Dat betekent dat we 60 ton over de brug qua capaciteit kunnen hebben. En dat gaat zeker goed van pas komen als we kijken naar de industriële bedrijvigheid hier in de omgeving. En het rekening houdend ook met zwaar transport. Dat al het zwaar transport over deze brug mag gaan en veilig zijn weg kan vervolgen.